Marcelo. Rodriguez. Het gaat erg gelijk op, dus de laatste minuten van deze wedstrijd worden bloedstollend spannend. Ze doen er alles aan om aan de leiding te komen, maar voorlopig blijft de stand gelijk. Lewandowski. Gered, maar de bal komt terug. En het wachten is op Real Madrid dat gaat ingooien. Carvajal. Oh! Goed gepakt, keeper. Goed gedaan. Mooi schot. Prima paas. Nee hoor, dit is geen doelpunt en dus ook geen voorsprong. De stand blijft nog even gelijk. Dit is Cristiano Ronaldo. We hebben nog maar een paar minuten te gaan en hij scoort. Dit zou zomaar de eindstand kunnen zijn. En heel beslissend. En dan valt hij vlak voor het eindsignaal toch op de beslissing. Laten we die goal nogmaals bekijken. Schoppen zou uitdraaien, maar de wedstrijd is nu beslist. Gelukkig kunnen we nu naar huis even. Het is al laat in de wedstrijd. Hij maakt er een rolletje van en passeert zijn eigen keeper. Wat een sukkel, Juri. Het lijkt wel of hij omgekocht is. Dit moeten we zo gaan onderzoeken even. Oh, 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 dit is verschrikkelijk. Een eigen doelpunt. Precies op dit moment schiet hij een eigen doel, zeg. Die zal balen. De 90 minuten zitten erop en de stand is gelijk. En hier is dus een verlenging nodig. En hij wordt nu aangevallen. Op de dreef en een schot. Dit doelpunt heeft ze aan de leiding gebracht. Ja, zo neem je afstand, hè, door te scoren. En nu vasthouden. We gaan nog een keer naar dat doelpunt kijken. De keeper zat er in eerste instantie nog bij, maar de rebound is voor de aanval. Hij stond op de juiste plek en maakt een grote goal. We gaan nog eens kijken naar dat doelpunt. Bayern München staat achter. Ribéry zet zijn verdediger weg alsof het niks is. Kroos. En zo raken ze het bal weer kwijt op het middenveld. En doelpunt!
Bill in een geweldig schot te veel ruimte geeft. De man uit Deus speelde zichzelf vrij en haalde uit. Wat een goal. Dat zien we graag. Een mooi schot van grote afstand. Goeie ingreep, maar is de bal al weer kwijt. Die pikt hem op. En weer terug die bal. Hij glijdt richting bal. Ribéry. Lewandowski. In de handen van de keeper, die bal had in het hoekje gemoeten. Cristiano Ronaldo heeft hem. Heeft geen last van die sliding. Bal weer terug. Sergio Ramos. Uitstekend over de breedte geplaatst. Dan zal nu de voorzet komen. Cristiano Ronaldo gaat langs zijn mannetje. Dit wordt een corner voor Real Madrid. Tegengehouden voor het doel. Loopt zo de buitenspelval in. We zijn toe aan de tweede helft van de verlenging. Wie nu scoort, maakt zich onsterfelijk. Elk foutje kan fataal zijn. Het is alles of niets. De supporters van Real Madrid hebben blijkbaar niets te klagen over het spel van hun club. Hoor ze het juist. Ik kan je nauwelijks verstaan met al het lawaai, Evert. Maar inderdaad. Vrije trap mee voor Bayern München. Sergio Ramos. Modric. Ze strijden om de bal. De basis is goed. Benzema. De lat voorkomt een treffer. Modric. Götze. Ja, opnieuw een prima paas van deze man. Hij raakt ze goed vandaag. Carvajal. Die verdediger sluit hem goed op en dwingt hem de bal over de zijlijn te spelen. Götze. Wordt dit wat? Gooit zijn lichaam naar voren. Die bal gaat achter, corner dus voor Bayern München. Bam! Hij schiet. Speelt bijna niets. Die bal gaat ver naast. Zwak geschoten zeg. Oh, wat een blunder.
Ja, en nu? Kijk eens. Bayern München krijgt hem erin. Twee teams die elkaar met open vizier bestrijden. Dat levert toch het mooiste voetbal op, hoor. Prima ingegrepen. Het is al laat in de wedstrijd, hij maakt er een rommeltje van en passeert zijn eigen keeper. Wat een sukkel, Juri. Het lijkt wel of hij omgekocht is. Dit moeten we zo gaan onderzoeken, even. Uitgerekend nu een eigen goal. Die zal stevig balen. Al zo'n afstand dat deze doelman zich echt niet passeren. De keeper had veel tijd om zich op dat schot in te stellen. Zo, klem vast die bal. Goeie redding hoor van de keeper. De stand blijft gelijk en de wedstrijd zal vanaf de stip worden beslist. Cristiano Ronaldo is aan de beurt. Die strafschop belandt in de kruising. Nee, je zag het al aan zijn aanloop. Hij was veel te verhaast. Ik denk dat hij de druk voelde even. Oh, de keeper stopt hem. Goed gepakt. Die bal ging niet eens op doel. Ik dacht dat ze hem die strafschop niet te nemen. Dat kan niet goed gaan. Geheerst genomen hoor. De bal gaat erin. Die gaat erin. Goed genomen. Doelpunt. Tot kansloos. De keeper zat eraan, maar de bal verdwijnt toch in het doel. Hij zat er goed bij, maar hij kan het net niet redden. En die bal gaat er niet in. Je zag het eigenlijk al voordat hij hem ging nemen. Ja, hij was wel erg gespannen, hè?